Het college heeft ingestemd met het wapen van de gemeente Altena. Het land van Heusden had het karrewiel, noem ik het dan maar even, wat ook in het Aalburgse deel zat. En de heren van Altena hadden de twee zalmen. Het ligt nu bij de koning. De koning moet daar formeel een klap op geven. Helder mag zijn dat aan de ene kant komt in heel Nederland het rijkswapen met de twee leeuwen. Dat wordt gebruikt, die kant, als de burgemeester namens de koning een handeling verricht. En dat is meestal bij een koninklijke onderscheiding. Want in de raadzaal gebruik je dit niet. De keten moet, maar dat is wettelijk bepaald, van zilver zijn. Wat zou er nou mooier zijn als je 55.000 inwoners hebt? Dat je inwoners oproept, en daarom ben ik blij dat jullie er zijn, inwoners oproepen en zeggen: heeft u nog zilveren munten? Heeft u nog een zilveren lepeltje van oma? Heeft u nog een kannetje wat van zilver is en wat u beschikbaar stelt om te verwerken in de ambtsketen van de gemeente Altena? U krijgt van ons een keurig certificaat ook. Uw zilver is beschikbaar gesteld om bijdrage te leveren aan het maken van de ambtsketen van de gemeente Altena. En ik kan tot in het eeuwige der dagen roepen dat de ambtsketen die de burgemeester draagt mede tot stand is gekomen dankzij mijn aangeleverde zilver. Mensen krijgen dan de kans om in week 14 tot week 18 om op één plek, namelijk alleen op het gemeentehuis hier in Almkerk, in een envelop dichtgeplakt met hun naam en adres erbij, een telefoonnummer. Het vierde criterium: hij moet kenmerkend zijn voor de gemeente Altena. 5 kunstenaars, ontwerpers die worden aangeschreven. Er zijn mensen die met sculpturen, productontwerp, beeldhouw, kwaliteiten, keramische dingen, allerlei ontwerpvaardigheden hebben. Nou, die mensen krijgen de kans om een aanbod te doen, een ontwerp te maken. Maar daar is ook vrijheid in. In week 19 wordt de toelichting op het ontwerp gegeven en de selectie en de gunning bekendgemaakt. Hij wordt dus in week 20 tot en met 24, 5 weken lang, wordt hij geproduceerd, wordt hij gemaakt. En hij wordt gepresenteerd week 25. Allemaal met het beeld dat in de laatste raadsvergadering voor de zomer, week 26, dat hij dan ook echt voor het eerst gebruikt kan worden. Dus u gaat hem nog dragen? Ik ga hem dragen, want ik ben hier nog tot het einde van het jaar.